Heb je hier nog een biertje zin in? Nee! Ik hoor jullie niet! Nee! Ik hoor jullie niet! Nee! Goud. Ik zal mezelf eens even voorstellen. Mijn naam is Tineske. En ik ben een geboren en getogen Gerselaar. En een keeper in hart en nieren. Ja, het is men met de paplepel ingegoten, dat keeper. De vader van de vader van mijn en opa, die was keeper. De vader van mijn en opa was keeper. Ons opa, die was keeper. Ons pa, die was ook keeper. Maar die is gestopt met keeper. Nou heet hij Vergens. En ik wilde ook wel heel gerre keeper worden. Want dat had ik tenminste een doel in mijn leven. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Voor kleinste van stak al in de goal, hè. En dat begon bij de minis, bij Jantje Jansen. Ik krap mijn eigen nog steeds achter mijn oren waarom dat die men in de goal zitten. Hij vond mij het meest geschikt. Die zal wel gedacht hebben. Dat voetballen, daar kan je echt heel mooi een pepernoot van. En als hij in het veld staat en we hebben wind van voren, komt hij al helemaal niet vooruit. De dier met die jumbo-oren, die zetten we maar eens in de goal. En dat had hij goed gezien, Jantje, want ik doe het al 15 jaar met veel plezier. Ja, dat mag voor geklapt hoor. Ja, ja, ja. Afgelopen dinsdag zijn we het seizoen weer begonnen met trainen. Dus ik stap in met een auto, rij bij ons zo door de Molenhekker, vooraan bij Burgerspension. Staat daar Peter Lichtvoet langs een auto. Je weet wel, Peter van de schoenenwinkel, waar dat ze nou aan het verbouwen zijn. Maar ze zijn gewoon open hoor, moet ik zeggen Peter, hè? Ze zijn gewoon open hè. Ja, ja, ja. Ja, het heb je overal gestaan hè, Facebook. Gewoon open. Maar in ieder geval, hij stond daar langs in een auto, samen met jullie mij. Hij was mee in een auto tegen een boom aangereden. Ja, hij zelf gelukkig niks, maar wel heel zijn een auto toten los. Ik zeg, Peter, ik durf het bijna niet te vragen. Maar volgens mij zat jullie mij achter het stuur, of niet? Ja. Nee, zit hij. Ik zat zelf achter het stuur. Ik zeg, maar hoe kan dat nou? De Molenhekker in een rechte weg. Hoe klapt jij hier op een boom, Peter? Ja, zit hij, er stak een hond over. Stak een hond over? Ik zeg, dan hadden beter die een hond dan kunnen rijden. Dat scheelde een hoop schade. Hij zei, ja, op het moment dat ik die hond aan wil rijden, ging hij net achter een boom zitten. En dat is toch altijd weer spannend, hè, zo'n eerste training. Ik slaap er altijd slecht van, maar daar leek ik niet wakker van. Na een half jaar niks te hebben gedaan, zitten er al heel wat kilo's bij. Na een lullig rondje om het veld, hang ik mijn tong alweer op mijn knieën. Is mijn hartslag gestegen naar 250. Schiet het nou twee keer knieheffen alweer in mijn rug. Heb ik spierpijn, van heb ik jou daar. Ja, ik kan er niet omheen. Mijn conditie is gedaald naar niveau oude lul meer later. Enfin, ik kom daaraan bij Audacia voor mijn eerste training. Blijkt het dat we een nieuwe trainer hebben. Dus ik loop naar onze trainer toe. Goedenavond, trainer. Mijn naam is Tinus. En ik ben jouw keeper. Hij kijkt me zo aan. Goedenavond, Tinus. Mijn naam is Ahmed. Ja, echt waar. Ze hadden een Marokkaan aangetrokken als nieuwe trainer bij Audacia. Ja. En gelijk begon het al, hè, na de eerste training. Jongens, kom eens mee naar de parkeerplaats. Ik wil jullie iets verkopen. Oh, ik denk, begint dat nou al?
Dus ik kom daaraan op die parkeerplaats. Jongens, moet eens kijken. Opel Astra. Mooie auto. Ik bied hem te koop voor jullie aan. Maar ik vertrouw er eigenlijk helemaal niks van. Een Marokkaan die opeens een auto moet verkopen aan mij. Maar ja, ik ging toch maar even kijken. Ik zeg, Ahmed. Hoe oud is die auto eigenlijk? 20 jaar oud, mijn vriend. 20 jaar oud. Maar hij ziet er nog goed uit, hè? Ja, hij ziet er nog goed uit. Dus ik kijk in die auto. Kijk op die kilometerstand. 500 kilometer. 20 jaar oud, hè? 500 kilometer op de teller. Ik zeg, Ahmed. Daar heb je teruggedraaid, jongen. Je zit men hier in de maling te nemen, hè? Daar geloof ik niks van. 20 jaar oud en maar 500 kilometer op de teller. Ja, ziet hij. Dat weet ik ook niet. Hij is van mijn neef Ali geweest en die ging er alleen mee naar zijn werk. Maar er valt geen vuil woord te zeggen over die Ahmed. Echt een gouden kerel. Zo was hij afgelopen zomer voor het eerst vader geworden. Ja, het eerst vader. Schoon kindje. Dus hij komt daar op het gemeentehuis in Osterwijk. Een vrouwke achter de balie. Ja, hoe zou ik het omschrijven? Een typisch vrouwke achter de balie. Goedemiddag, meneer. Waar kan ik u mee helpen? Goedemiddag, mevrouw. Mijn naam is Ahmed. Nou, die vrouw... En ik kom mijn zoon aangeven. Sorry meneer, maar dan zitten we hier volgens mij verkeerd, want het politiebureau is 500 meter verderop. Ja, we hadden dus een nieuwe trainer. Maar we hadden ook een nieuwe verstopper. Dus ik loop weer naar hem toe. Goedenavond, verstopper. Ik ben Tinus. En ik ben jullie keeper. Hoe heet jij? Hij geeft me ook een hand. Ik zeg, mijn naam is Henk. Henk Tietjes. Ik zeg, Henk Tietjes? Dat is geen Gersense naam volgens mij. Nee, Henk Tietjes, ik schaam me eigenlijk ook suverrekkers voor die naam, zegt hij. En daarom heb ik vorige week mijn naam laten veranderen. Ja, ik snap dat wel. Hij schaamt zich, want hij haalt zelf ook wel een beetje tietjes. Ja, ik heb dus mijn naam laten veranderen vorige week. Ik zeg, oh, en hoe heet jij nou dan? Theo. Theo tietjes, ja. Yeah. Ja. Ja, hij is flauw. Ja. Ja. Hij, ja, nee, Harry de Var, nee. Ja, zelfs voor de VAR is hij te flauw, Harry. Echt. Echt waar. Na het trainen doen wij ook altijd lekker gezellig douchen met elkaar. Dat vind ik altijd zo leuk, lekker samen douchen. Hè. Dat is een gezellig, leuk, vind ik leuk aan het voetbal, hoor. Echt waar. Dus ik kom daar de kleedkamer binnen. Staat Johan van Dalen daar met een paraplu onder de douche. Hij was zijn handdoek vergeten. Dus ik zit daar te wachten in die kleedkamer. Komt daar even later een andere Johan aangerend. Ja, ik zie wel kijken. Ja. Johan van den Ovi. Ja. Traint ook volgens mij bij Audacia. Ja? Ja, echt. Doet goed. Paniek dat hij had. Paniek. Hij komt die douche uitgerend. Ik krijg mijn voorruit niet meer terug. Ik zeg, Johan, daar zijn ook geen dingen om uit te lenen. Ja, weer flauw, ja. Godsamme. Ja.
Maar goed, ik stap zelf ook onder een douche. Heet de kraan aan. Oh, heerlijk zeg, douchen na het voetballen. Ik sta daar onder die warme douche. Kut. Ik ben mijn shampoo vergeten. Het is een groep in de kleedkamer. Jongens, heeft er iemand shampoo bij? Ja, zei Jur Jansen. Kleinzoon van Jantje Jansen. Daar, in de hoek, die groene fles. Vat die maar. Dus ik vat die shampoo, ik kijk op het etiket. Geschikt voor droog haar. Ik zeg, dat zijn niet de goeie, Jur, de mensen zijn al nat. Ja, ja. Kan er ook niks aan doen. Ja. Na het douchen vatten wij ook nog altijd een lekker pilsje in de kantine. Ik loop de kantine binnen. Stond toevallig Hans de Brouwer aan de bar. Hoi, Tineske, pilsje. Ik zeg, nou, doe maar eens iets fris. Iets frisse, Hans. Moet ons Riki vatten, die is net gedoucht. Ja, echt, ze was echt net gedoucht. Echt. Ja, ja, ja. Even later zie ik daar Harry Vergurkum op zijn brommerke. Ja, daar is hij weer, Harryke. Op zijn brommerke komt hij daar aan bij Audacia. En hij komt de kantine binnen. Ja, ik ga even mee zitten. Ik zeg, hoe is school, hè? Nou, zei Harry. Het gaat niet zo goed, mijn man. Wat ik ook probeer, ik kom maar niet onder een vrouw. Oh, zei ik, dat weet ik wel iets voor. Je moet mijn autosleutels van mijn Mercedes wel lenen. En als je dan aan tafel gaat zitten met je knap vrouwke, moet je in de tussentijd zo die sleutels op tafel leggen. Dan denkt ze dat je in een goede auto rijdt. Dan moet dat goed komen, Harry. Ja, dat vond ik wel een goed idee, hè? Ja, ja, ja. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan. Na 10 minuten zie ik daar Harry aan tafel zitten met een heel schoon vrouwke. Zo echt, heel schoon vrouwke. Ik denk, dat moet goed komen, hè? Zei hij op een gegeven moment, ik grijp naar zijn zak, die sleutels op tafel. Ik zei, ja, klap Harry, je komt hem binnen, jongen. Ja, ja. Maar, even later, loopt dat vrouwke toch weer weg. Ik denk, godzakker. Dus Harry, die komt naar mij toe. Hij zei, Tineske, ik ga daar zitten. Je begint te buurten, maar dan met die sleutels voor jou, dat helpt helemaal niet. Ik zeg, ja Harry, de volgende keer als je aan tafel gaat zitten, met je zo'n schoon vrouwke buurt, en die sleutels op tafel legt, moet er wel een brommer helemaal zetten. Ja. Ja, die had hij nog op. Ja. Na een paar uur in de kantine en een paar pilsjes verder, denk ik, het is weer tijd om op huis aan te gaan. Dus ik de auto ingestapt, ja, dat is ook niet verstandig in de auto met een pilsje op. Maar ik rijd daar over de Vinkenberg richting huis. Wij denken, alcoholcontrole. Godverdomme, denk ik, nou ben ik nat. Dus die Wout, die tikt zo op het rutje bij mij. Doe mijn ramken open. Zeg, men hoeft je niet te laten blazen. Ik ben Bob. Ja, ik was zo zat dat ik mijn eigen naam vergeten was. Oh. Godsamme zeg. Echt waar, echt waar. En dan vind ik nou toch zo schoon aan het bestuur van Audacia. We gaan namelijk ieder jaar een uitstapje maken met ons team. En deze jaar gingen we met de bus naar Spanje. Ja, dat is een end. Ja, dat is net zo wijd met vliegtuig. Maar. Dus ik stap de bus in. Ik zit net voor Mark Jansen.
Mark Jansen aan de roomkant. Ik in het midden. En op een gegeven moment, wij rijden door met die bus door het prachtige Spanje. Ik tik Mark aan, dat is wel belangrijk, voor het vooral. Gisteren deed ik ook al fout, echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ja. Dus ik tik Mark aan. Ik zeg, Mark, moet eens kijken. Dat is een mooie kerk. Ik zeg, Mark, zo kijken. Nee, Tineske, dat zie je niet goed. Dat is een kathedraal. Ik zeg, een kathedraal? Hoe schrijft het dan, Mark, een kathedraal? Ik zie hem zo nog een keer kijken. Oh nee, het is toch een kerk. Nee, gaat gelijk. Nee, het is toch een kerk. Ja. Op een gegeven moment, aangekomen op onze camping in Spanje. Ik zet mijn tentje lekker op. Komt daar op een gegeven moment een heel grote camper aan rijden. Ja, wie denkt er dat er uitstapt? Rob Beres, prins van de bierwaaiers. Ja, echt waar, dat was ook in Spanje. Ja, was leuk. Was leuk, hè? Ja. Hij stapt uit. En bruin dat hij zag. Godsamme, die was al flink bijgekleurd. Hij zonnebrilken op. Handdoekje op zijn schouder. Slippertjes aan. Ik loop naar hem toe. Ik zeg, Rob, jij bent al flink wat bijgekleurd in Nederland, of niet? Ja. Ik zie lekker bruin. Hè. Je zag lekker bruin. Ja, echt. Ja, ik heb alleen één probleem, zeg Rob. Mijn edele delen. Ofwel mijn Pili Willy. Die had eigenlijk nog helemaal geen zon gezien in je hersel. Ik zei, joh, Rob. Die heb ik eigenlijk ook. Die van men die is ook nog niet bijgekleurd, zullen we maar zeggen. Ja, hoe gaan we dat nou oplossen? Dus ik zeg, ik weet er wel iets voor. We gaan gewoon met z'n tweeën naar het strand. Graven ons eigenlijk helemaal in. Laten we alleen die, Billy Willys of Willys. Laten we eruit steken. En we halen wel Arjen door een rietje. Ja. Ja, je ziet ons liggen, hè? Ja. Ja. Echt. Dus wij liggen daar onder het zand met het rietje. Onze Willys. Mee de kop omhoog, laat ik het zo zeggen. Komen daar op een gegeven moment Mieke de Laat en Jo Bogaerts aanlopen. En Mieke die tikt Jo aan. Moet eens kijken, Jo. Hier hebben wij een geest of 40 jaar naar gezocht. En hier is Spanje gegroeid gewoon in het wild. Ja, toevallig dat zomaar dan weer langskomt. Hè? Ja, dat is... God, zullen we net zien, hè. Zullen we net zien. Na een uur of twee lekker te hebben liggen bakken in die zon, is het zaakje weer mooi bijgekleurd. En gingen we maar eens naar de kroeg. Want het werd wel tijd voor weer een pilsje. Ja, maar wat er verder nog gebeurde, die oh zo mooie vakantie in Spanje. Des voor latere zorg, want wat huppens is pijn, steeds is pijn. Houdoe, bedankt, olé, olé. Zo, hey, Tineske. Ja, zo. Een proost voor jouw publiek. Ja.
Godsamme. Poeh. Het is toch lekker hoor, als je klaar bent. Ja, echt. Poeh. Ja, dankjewel Harrieke. Goed. Super tof dat jullie vandaag allemaal zijn gekomen. Van zo'n fantastisch publiek had ik alleen maar kunnen dromen. Zo'n groot glas had je ook weer niet gehoeven. Ja, gisteren was hij groter, maar... Toch ga ik er wel even van proeven. Tot zover met een toast. Ik zou zeggen, proost! Yeah.